Ja, we staan in de ruimte van de Oerfontein. En de Oerfontein is een krater die eigenlijk van het begin der tijden al leeft. Het is een soort van alwetende entiteit. En deze entiteit is hier om met ons allen het glas te heffen en dit moment te vieren. Cheers! Nou ja, dit werk is deels ook geïnspireerd door free parties, dus illegale raves, zeg maar, waarin een soort vrijplaats gecreëerd wordt. En die beweging van ja, dans en ook de type muziek, wat heel psychedelische, hardcore-achtige muziek is, die brengt je in een trance. En dat soort momenten zijn voor mij heel belangrijk. En daaruit heb ik ontdekt dat het samenkomen essentieel is om gewoon mens te kunnen zijn en ook om even uit de hele drukte van het leven te stappen en gewoon samen ja, los te gaan. En dat heeft dan ook weer iets primitiefs, iets ritueelachtigs. Vandaar dat ik ook geïnspireerd ben door grotachtige werelden. En ook deels geïnteresseerd in de prehistorie, zeg maar, of heel veel steen. En daarnaast dus ook geïnteresseerd ben in internetcultuur.